Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met Myron en wij gaan vandaag op het nichtje van Myron passen. Nee, ook van jou. Ook op mijn nichtje, ons hoor ik. Nichtje. Op ons nichtje. Ja. Dat is ook, ja. Maar wij zijn niet officieel getrouwd en alles. Nee, maar maakt niet uit. We gaan op ons nichtje passen vandaag. Dus, en ze heet Feline. Ze is echt super lief. Ze is 10 maanden. Elf. En ze is 11 maanden. Ja, volgende maand wordt ze 12. En ze kan bijna lopen al. Ja, is echt niet normaal. Het is echt bizar. Het gaat zo hard. Ongelooflijk. Wij gaan vandaag dus op haar passen. Ja. Een ochtend en middagje. Dus dat is wel echt super leuk. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar wij gaan eerst even iets regelen. Want over 2 weken is haar mama jarig. Ja. En wij gaan nu even naar de AC Dion. Ja. Wat verfspulletjes en dingetjes halen. Zodat ze lekker kan spelen. En iets moois kan maken voor haar eigen mama. Ja, dat is leuk. Dus we gaan als eerste even naar de winkel. En dan daarna gaan we haar ophalen. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Ik ook. Dus dat wordt hartstikke leuk. Het is wel een beetje Schijt weer. Schijt ja, weer het weer. Is echt gisteren ook al, vandaag ook weer. Je moeder komt net thuis. Oh ja. Mooi. Mooi. Ben jullie er zo weer? Ja, wij zijn er zo weer. Wij gaan even naar de AC Dion. Oh. Maar ik ga Rianne wel even vragen of we toch een auto haar kunnen ophalen. Want dit, met dit weer, die hele wandeling is ook niet nice. Jawel joh. Voor Feline toch ook niet. Ach joh, die heeft toch een kapje de boom op. Oké, vraag ik even. Ja, gewoon met die regen, dat kan wel. We zijn niet van suiker. Wow, ik heb in één keer een. Wow, ik heb een déjà vu alsof ik dit al een keer heb meegemaakt. Ja? Nou, dat kan. Ik heb dit gesprek al een keer gehad. Wij gaan gewoon lopen. Nee, je gaat gewoon lopen. Ja hoor. Oh. Maar dan kan jij ons straks brengen, toch? Ja, ja. Wil jij ons straks brengen? Hoe laat hebben we eigenlijk vandaag gesproken? 11:15. Nee, ben een dikke BMW, ja? Ja, oké, okay, tot zo. Doei. Ja, wat? Dat was vaag. Ik heb dit gesprek al een keer gehad. Ja, dat is gek, hè? Dat is echt super vaag. Dat heb ik ook wel eens. Dan zit je echt zo van, dit heeft iemand. Met de hele setting. Gezegd. Met je moeder in die auto en wij hier. En, dat is echt raar. Oh, dat is echt super vaag. Ja. Oké, okay, nou ja, goed. We gaan naar Gai. Moesten we naar Gai? Ja, daar heb je gewoond, hè? Ja, daar heb ik gewoon gewoond, dames en heren. We gaan naar Gieten, zo heet het eigenlijk. Ja. Gieten. Gieten. Ja, daar gaan we heen. We zitten even bij de bakker in Gieten. En ik ben heel erg aan het twijfelen of ik misschien hier de tosti meerganenbrood met zuurkool, bacon, plakjes rookworst, kaas en mosterd neem. Nee, die neem ik niet. Maar vond wel even leuk om op te noemen. En dan twijfel ik ook of ik daar een lekkere scheutje karnemelk bij doe. Daar twijfel ik ook niet over. Nee, ik neem deze. Tosti Hawaii. Wit brood met ham, kaas en ananas. Zo lekker zeg. Ja, gisteren had jij tijdens film kijken, in plaats van een bakje Maltesers of zo, had jij een bakje ananas gesneden. Weet je hoe super lekker dat is om gewoon ananas te snijden en dat te snacken? Dus ik heb heel erg veel zin. Dat heeft mij geïnspireerd op deze Tosti Hawaii. Dus die ga ik nemen. Lekker. Schatje, toen jij bij de bakkerij werkte, hoe laat moest jij altijd daar zijn? 7 uur. 7 uur in de ochtend. Oh, dat is nog wat te doen. Deze bakkers die zijn elke dag om 2 uur in de nacht aan het bakken. Ja, maar ik was ook geen bakker. Oh, waar was jij dan? Ik stond gewoon in de winkel. Je was een verkoper. Die om 2 uur al open. Oh, maar wel, dat mis ik wel. Als je dan zo aankwam bij de bakker, dan rook je die vers gebakken brood. En wat had je altijd bij de bakker dan? Van alles. Ja, maar altijd pauze mocht je gewoon 1 broodje pakken uit de vitrine. Ja, serieus? 1 broodje gratis? Ja, of 2, maakt niet uit. Ik kon gewoon eten wat je wou. Serieus? Ja, en dan koos ik meestal zo'n lekker kip-kerry broodje. Oh, lekker hoor. In zo'n bladerdeeg, zo'n driehoekje, dan zat er gewoon het kip-kerry. Schatje, die een beetje kwel. En die deed ik dan nog even in de oven. Oh, ja, niet normaal. Een keizerbroodje met haagslag, is nog steeds lekker. Oké, okay, je at heel veel dus. Stiekem chocolaatjes. Goeie hoor. Kijk eens even wat een joekel van een tosti, hé. Holy moly, dit wordt wel even lekker smikkelen. Dit is een groot brood, hé. Moet je mijn hand kijken. Ja. Hey, smakelijk, schatje. Het ziet er goed uit. Laten we even proosten op een mooie dag samen, schatje. Ik heb een beetje zware stem vanochtend. Proost. Op onze inkomdagje als papa en mama. Ja, echt hè? Als de papa en mama testdag. Proost. Zo, niet even dit. Dat vind ik altijd heel veel handiger. Kijk.
Ik neem deze wel achter mij aan, mee. Nou, dan gaan we maar eens even hobby-spulletjes zoeken voor het nichtje. Even lekker kliederen, dat wordt mooi. Van die kinderverf. Ja, kinderverf, dat is belangrijk, ja. Dat het er ook weer uit kan en zo. Kijk, zullen we zo eentje? Oh ja, die moeten we ook halen. Ja, zo'n canvas. Ik had iets heel leuks gezien. We kunnen met tape, van het schilderstape, kunnen we een hartje aftapen. En dan kan zij gewoon helemaal smeren. Oh, en als je tape eraf haalt, heb je een hartje, ja. Schatje. En dan waarom heb je dat niet voor mij gemaakt gisteren met Valentijn? Ja, volgend jaar, als die kleiner is, kan het wel. Ja, inderdaad. Dus dan moeten we sowieso dit mee, alleen dit is niet voor kinderen. Of dit. Voor baby's. Nee, ik vind dat andere idee leuker. Er zit meer tijd in. Maar we hoeven niet zo'n hele grote te doen. Ze heeft hele, hele kleine handjes, die kan ze niet volmaken. Nee, klopt. Daarom, deze is wel goed. Oké. Kom maar. Eentje? Ja, hè? Dat is perfect. Deze kunnen we ook meenemen. Oh, bij plakken, laten we doen. Even voor de grap. Nemen we snorretjes mee. Ja, heb je hier vingerverf? Ik denk het wel. Dit is echt perfect. Ja, we moeten het wel zeker weten. Maar hier staat ook op, hè, kids. Ja, we moeten sowieso haar gewoon in de gaten. We moeten ernaast zitten als ze gaat verven. Dus ze moet niet in de mond gaan smeren. Nee, tuurlijk. Snap ik ook wel. Snap je dat wel, ja? Nee, maar hier staat ook kids creative. Poster paint. Ja, ik denk dat we dit gewoon mee moeten nemen. Dit is waterverf. Maar dat moet je dan... Nee, dat is niet nice. Ja, dit is wel fijn hoor, met die flesjes. Dan moeten we even wat leuke kleuren, want dit is zwart. Oké, dan nemen we deze mee. Hier, wat heb jij daar? Blauw? Ik had hier zwart, die hoeft niet. Kijk, blauw, rood, geel, groen. Groen. Dat zijn mooie kleurtjes. Ja. Zo, wat ben je van plan met die bakken? Hoppakee. Nou, Marion en haar kamer, die gaan we nog leeghalen. En Marion die heeft zoveel medailles en bekers van vroeger gewonnen met schaatsen. Nou, dus zijn twee vitrinekasten helemaal vol. Ja. Ja, zonde om weg te gooien, maar ja, moet dan bewaard worden in bakken. Precies. Ze zagen deze liggen en toen dachten we, nou nemen ze gewoon meteen allemaal mee. We gaan waarschijnlijk niet meteen alles vullen, maar als we één of twee bakken nu mee kunnen nemen, zou wel ideaal zijn. Ja, toch? Ja, nou dus, top. Dus we gaan ook meteen even een opruimsessie doen. Ja. Hey, hallo. Kun je gezellig mee? Heb je vertrouwen in Rianne? Hey, ja hoor. Hey Feline. Hey, we gaan wordt leuk, hè? Maken voor jouw verjaardag samen met Feline. Maar we moeten even checken. Ja, we moeten even checken of die vingerverf goed is. Ben je bij de action? Ja. Jasje eventjes dicht. Ze denkt, wat gebeurt hier, joh? Gezellig. Je vertelt, hè? Ga je met oom en zo en tante Miran mee, toch? Super mooi. En kunnen we misschien nog even langs speeltuin? Ja, misschien ja, dan komen we langs. Ja. Ze houdt me goed in de gaten. Ja. Ze ging zwaaien. Echt schattig. Doei, doei. Doei. Zo, daar gaan we. Ja, ze zijn buiten. Zo, lekker zeg. Let's go, we gaan lekker een wandeling. Hé, hey, lekker zeg. Hey. Lekker hè? Gaan we er vandoor? Zo, allemaal eten mee onder in het bakkie. Zo. Gaan we scheuren met die kinderwagen of niet? 1, 2, linksaf. Ioong. Rechtsaf. Ioong. Zo, daar loop je dan. Ja. Waar moeten we heen? Links of links? Links. Feline die denkt ook van, wat gebeurt hier? Joh? Ja, waar nemen jullie mij mee naartoe, man? Ja, in één keer helemaal aan de wandel, in de kinderwagen. Ja. Hè? Ja, wat denk jij wel niet, hè? Hé, hey. Wat denk jij wel niet? Ik ging even checken of haar handen niet koud waren, moet je eens voelen. Ja, ze is super warm. Echt gloeiend heet gewoon. Zullen we een speentje even uitdoen? Hé, hey. Wat is het allemaal, hè? Wat is het allemaal? Of wil je een speentje weer hebben? Maar ik probeerde ze net ook elke keer wel zelf in te doen. Kijk maar. Zit even in de staart. Zwaaien, Feline. Zwaaien. Zwaaien. Nee. Dat is toch wel lekker, hè? Speentje zo. Ja. Toch wel lekker. Match mooi bij de jas. Maar we zijn er ook wel bijna, hoor. Ik dacht eerst van, oh, het is best wel een lange wandeling, maar... Ja, is wel ook even lekker. Ja, is eigenlijk wel even chill. En het is ook net even droog, dat is ook fijn. Ideaal. Ja, je weet nog niet wat je te wachten staat, Feline, maar we gaan straks echt iets heel leuks doen. Ja, we gaan echt iets leuks doen, hoor. Ja, lekker kliederen. Als het regent, dan mooi even zo, hop.
Ja. Oh, dan zie je helemaal niks meer. Nee. Feline, waar is Feline nou? Hallo. Kikkeboe. Je ziet echt helemaal niks meer met dit zo. Nee, nou, dan blijft ze wel lekker droog. Ja, echt hè. Hop. Zo, we zijn even binnen. We doen de schoentjes uit. Zo. En we hebben meteen even Feline kennis laten maken met de paashaas, hè? Ja, dat is de paashaas. Kom, doen we lekker eventjes deze naar beneden. Hè? Ja, deze naar beneden. Zo. Oh, lekker. Zo, lekker warm wel hoor, met het jasje zo. Wij hebben natuurlijk gelopen. Ja. Nee. Ja. Lawaai maak jij. Doe maar. 1, 2, 3. Waar zijn we nou, hè? We zijn bij Open Oma. Maar Open Oma zijn er niet. Waar zijn we nou? Kijk eens. Kijk eens. Wie is dat? Wie is dat? Zet de paashaas. Zet de paashaas. Kijk. Hallo. Hallo, Feline. Dat is gek, hè? Kom, doe je jasje even uit. Ja. Gaan we aaien. Oh, dat is een wortel. Is het uit. Kom, doe je jasje even uit. Zo. Hoppa. Hoppakee. Hè? Waar zijn we nou in een keer? Hè? Is de paashaas, ga maar aaien zo. Ga maar aaien zo. Kijk zo. Goed zo. Even overal aanzetten. Zo schattig, hè? Gaan we broodje eten? Wil ik een broodje eten? Ja, wel trek, denk ik hoor. Ga lekker broodje eten. Broodje eten. Gaan we lekker eten. Lekker eten. Eentjes. Zo, dat is fijn. Hoppa. Kijk eens, lekker broodje. Lekker broodje eten. Ik ben geen trek. Heb je zin in een broodje? Oeh. Dat is wel lekker hoor. Oeh, even zelf een broodje pakken. Oh. Dat gaat er wel heel snel in, hè? Je weet precies hoe dat moet. Lekker groentespread zit erop, hè? Je weet precies hoe dat moet, of niet? Lekker broodje eten. Wel koud, hè? Ja. Ze gaat altijd zo onderuit gezakt ja, zitten. Ja, komt omdat dit kussentje zo zacht is, volgens mij zo glad. Dan glijdt ze zo naar beneden. Ja. Zo, kijk, dat vind ik altijd zo grappig om te zien, die kleine handjes. En dan zo... Weet je wat het mooie daarvan is, vind ik? Is dan als je dan zo in de kinderwagen zit, je bent zo aan het lopen met Feline... Dan is het helemaal stil, dromerig, veel om zich heen kijken. En ze keek mij heel veel aan van, wat gebeurt er, wie duwt mij, huh? En dan komt ze hier en dan nou, zit ze heel even op dat kleedje daar met speelgoed. Is ze nog een beetje dromerig, maar dan zet je haar in een stoeltje. En dan doet ze in één keer zo super menselijk. Dan pakt ze zo in één keer met de handje op. Ja, zo'n broodje. En dat is in één keer weer zo bijzonder. Van heel dromerig naar in één keer gewoon heel goed weten wat ze doet. Voetjes te schoppen hier zo. Echt mooi. Ja, dat is je eigen voet. Dat is je eigen voet. Ze knort echt heel erg. Maar wel beetje, goed kouwen, hè? Een beetje verkouden volgens mij. Wel goed kouwen. En een beetje drinken hier. Wat zit je nou gek te doen? Je glijdt helemaal ruit, man. Ga eens even normaal zitten. Zo. Goed zo, kijk, dat is beter. Goed zo. Oeh, lekker. Nee. En meteen weer naar beneden. Ja. Volgens mij hebben ze daarom deze doek of zo. Ik weet het niet. Ik moet eigenlijk even aan mama vragen. Want die leggen ze dan misschien wel onder. Dat ze minder kan glijden zo. Ja, maar ze gaat nu wel weer rechtop zitten. Ja, zie je? Goed kouwen, hè? Goed zo. Jij wordt wel een vriendje hoor, dat merk ik al. Ze zit wel eten naar jou te kijken. Wow, ik schrok. Ik dacht, er valt iets om. Maar daarvoor zijn die bekers van gemaakt. Geen gek doen.
Goed zo. Lekker broodje. Doe maar zwaaien. Zo mooi dat ze gewoon nadoet, hè? Ja. Oh, dat is lekker. Dan even weer naar. Wie is dat dan? Ga maar kouwen. Ga maar kouwen. Nu ben ik heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Want de opa van Feline, die is op dit moment aangekomen hier thuis. Die komt elk moment binnen. En als opa of oma van Feline, dus de ouders van Maiwen, Feline zien voor het eerst weer. Sinds een dag of twee dagen, dan is Feline altijd helemaal... opa en oma. Vooral bij opa, bij mijn vader. Dan gaat ze helemaal... Ja. En helemaal zo wil ze meteen naartoe en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe Feline gaat reageren als opa. Opa, hoor je dat? Wie komt eraan? Dat is opa. Komt opa eraan? Opa komt eraan. Ja, wacht maar hoor, je begrijpt hem straks wel. Je weet straks wel waar we het over hebben. Oh, wie is daar? Ga eens kijken, wie is daar? Wie komt daar binnen? Wie is daar? Hallo. Hallo. Hoi. Hallo, hallo, hallo. Hallo, lieve. Is dat opa? Mooi. Mooi meisje. Mooi meisje. Wow, hoe kan ze zo blij worden? Ja. Hey. Ze was de hele tijd stil en jij komt binnen en... Ja, met dat handje even zo. Ja, opa. Dat is opa. Opa. Hallo. Ben je op? Echt mooi hoor, echt super mooi. Ja, echt schattig. Opa, dat is opa. Ja. Opa. 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 Hier, vriendje. Ja, neem maar broodje. Lekker broodje weer. Ja, dan moet erin bij zitten. Ja, dan moet erin bij zitten. Zo. Ba. Handjes omhoog. Of zo. Oh. Wil je niet meer eten? Nu zijn er wel heel veel mensen naar aan het kijken. Nu moet ze even helemaal gek doen. Nou, ik ben even het zitje aan het schoonmaken. Hè? Want Feline die heeft aardig lopen knoeien hier zo. Even met natte doekjes even zo schoonmaken. Knoeien? Zo. En zo net had Feline, die had deze vast. En die was zo heen en weer aan het gaan. En die sloeg zo dit ding tegen haar eigen hoofd. En nu heeft ze serieus gewoon hier zo aan de zijkant van de oogje een klein sneetje. Nou, brengen we haar weer terug en dan is ze weer helemaal gehaald. Waarom doe je dat nou bij ons? Waarom doe je dat nou bij ons? Ze zit altijd met dat flesje heen en weer, niks in de hand. En nu deze met dat flesje zo pok tegen de eigen hoofd heeft, zie je zo'n sneetje. Het is gewoon gek te doen, hè? Je hebt de grappenmaker uit handen. Kijk dan, brengen we haar terug met een blauwe oog. Dat kan toch niet? Waarom gebeurt dat nou bij ons? Ik weet het ook niet. Waarom gebeurt het nou bij ons? Hé, hey, arme meid. Hè? Papa was erbij. Die was getuigd. Ja, gelukkig was je vader erbij. Die zag het. Komt er iemand aan? Feline? Kijk eens daar. Komt er iemand aan? Kijk eens daar. Hé. Hey. Hallo. Jippie. Ah, mooie. Wie is daar? Hé. Hey. Is dat oma? Is dat oma? Is dat oma? Waar zijn jullie ook? Gezellig, ja. Wat gezellig. Ik vind ze helemaal mooi. Ja, zomaar, hè? Nou, we hebben hier, dames en heren, een canvasdoek. En we hebben hier tape. Dan ga ik nu eventjes een hartje maken van tape op het canvas. En dan daarna kan Feline... Lekker smeren. Was je aan het staren? Nee, ik was gewoon aan het kijken. En dan kan Feline met deze kleuren mooi...
Lekker prutsen. Ja, lekker iets kliederen. Misschien wordt later wel een kunstenaresje. Weet me nooit. Zou heel goed kunnen, hè? Ja, dat heb je nog nooit eerder gezien, hè? Nee, dit. Ik ben benieuwd hoe je die ronding erin gaat krijgen. Nou, gewoon een beetje zo. Wat wou jij vertellen? Ja, dat is mijn broodje. Dat is niet voor vrienden. Nou, het gaat goed, schat. Ziet er goed uit. Ja, toch? Doe je leuk. Ik doe alsof niks is, maar ik zit hier vol bewondering te kijken naar mijn eigen werk. Ja, met pen of potlood moet hij eerst 20 hartjes maken, wil hij een perfect hartje krijgen. En nu doet hij het gewoon in één keer. Nou ja, zeg. Het is niet te geloven. Ongelooflijk. Niet normaal. Nou, dat heb je echt goed gedaan. Ja. Nou, en dan nu is gewoon alles eromheen. Ja, nu gewoon hier opleggen. Maar ik denk dat we misschien ook gewoon wel druppels verf erop kunnen druppen. En dat ze gewoon dan lekker kan klieren. Ja, dat kan ook wel. Mine, jij bent ook. Nee, ze zit even in eigen wereld. Ja. Ik ben even bezig. Feline. Feline, jij bent ook. Feline. Je wil wat met jou. Feline. Hallo. Zullen we heel even verven? Zullen we heel even papapapapoboe? Ja? Heb je zin in verven? Maar wij eerst nog even op de telefoon. Mijn eerst op de telefoon. Nou, kom, verven. Heb kom, verven. Nee. Voor mama. Labbertje al. Hoppa. Nou, doe hè. Lekker snorren daar. Ja, weet je wat we even kunnen doen? Even zo. Nee? Dat nee schudden doet ze echt veel, hè? Moet ik even hier een snurkje vangen? Jo, een snurkje vangen, ja! Hebbers! Kom maar, gaan we hierin zitten? Neem de voetjes goed. Ja? En dan nu, Feline. Slappetje om? Werk, slappetje. Waar is die dan? Ja, die ben je net opgeruimd, denk ik. Ja. Ja, je ziet het al, hè, wat de bedoeling is. Oh, dat vind jij mooi, hè? Mooi. Mevrouw, uw schort? Uw schort, uw schildersschort. Ja, leg die maar daar neer, inderdaad. Oh, oh, die wordt mooi, hè? Welke kleur doen we eerst? Blauw eerst. Komt ie. Ik zal maatjes even mooi doen. Oh ja. Oh, dat is mooi. Zo, dit wies heb jij. Oh, ze begint al lekker, hoor. Goed zo. Beetje groen erbij, denk ik zo. Dat is voor mama, hè? Ja, genoeg, schat. Oh, oh, oh. Dat is je rood erbij? Oh, op de hand. Oh, goed zo. Nee. Dat is mooi, zeg. Ga maar kleuren. Geel. Hier, nog wat geel. Nee, daar moeten we even goed op letten. Ja, dat is mooi. Oh, lekker zeg. Gaaf hoor. Goed zo. Goed zo. Je bent echt een kunstenaar, hè? Ik zie het al. Ja. Echt geniaal hoor dit. Ja. Kan je die ook pakken hier zo? Kijk, deze is. Bijna. Wow, ja, ik zie het al, de finishing touch. Dat doe je mooi. Dat doe je mooi. Kijk, weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen hem ook even omdraaien. Kijk eens. Hier nog een beetje rood zo. Hart op de kop. Oh, door elkaar naar kaas. Oh, dat is een mooi stukje daar. Meteen met dat vingertje. Oh, mooi. Zo. Ik weet zeker dat dit echt super mooi wordt als je dat hartje eraf haalt. Ja. Wauw, zeg. Wauw. Oh, wat vind ik dit mooi wat jij doet. Wat vind ik dit mooi. Echt niet normaal. Echt niet normaal. Zo. Zullen we hier nog even een druppeltje doen? Hier zo. Zo. Oh, dat is wel veel, hè. Dat is wel veel. Zo. Ja. Mooi. Zullen we daar ook nog een beetje geel bij doen? Dat is denk ik ook wel mooi. Komt ie al? Nee, dat is ook niet mooi. Zo. 1, 2. Dat is mooi. En hier dan? Moeten we hier ook nog van? Oh, zo, moeten we hem even omdraaien? Nee, een hele randje zo. Daar langs. Even zo. Moeten we hier nog even wat doen? Even kijken, wat zullen we daar doen? Oh, beetje, dat is ook wel mooi. Handje erop. Beetje groen.
Zo je handje zo. Op Daantje, nu smeren. Doe maar. Goed zo. Wow, dat is mooi. Even omdraaien weer. Goed zo, snap ik wel hoor. Even kijken, nog een beetje blauw. Hier zo. Kijk. Dat is mooi. Oh, lekker hè? Ja, gaan we smeren hier op. Ja, ik op de neus. Ja, lekker. Goed zo. Oh. Dat is grappig. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Oh, Pipo. Poep, poep. Pipo. Hier nog even een beetje. En een rode neus. Hier nog een beetje rood. Kijk eens. Dat is mooi. En dan een beetje geel, denk ik. Oh, weer bij mij. Dankjewel. Dat is veel leuker. Ja, deze. Dankjewel. Dankjewel. Niet in mijn neus, hè. Niet in mijn neus. Ja. Dankjewel. Ja, een keer toch. Dat is mooi, hè. Dat is mooi, hè. Zo. Oh, dit doe je mooi, zeg. Wauw. Wauw. Nog een beetje rood erbij. Dat is mooi. Die boven nog een beetje, die blauwe. Oh, nog een beetje op mijn neus ook. Ja, snap ik wel. Ja. Oh, niet in je mond. Dat is blauw. Vies beuk. Niet in je mond, dat is blauw. Deze. Hier zo. Hier een beetje. Zullen we even omdraaien? Kijk hier eens. Ja. Oh, dat was de finishing touch, denk ik. Ja, dat was hem, denk ik, hè. Wauw. Deze nog even smeren. Hier zo. Dit. Wil je dit nog smeren voor mama? Zullen we hier nog? Kijk hier zo. Hop. Oh, goed zo. Goed zo. Ja, ja, dat was zo. Het. Die hadden we nog nodig. Oh, deze hadden we nog nodig. Ja, kijk maar. Gaan we laten zien aan de kijkers. Tada. Zo, wat een kunstwerk. Tada. Kijk, we laten zien. Goed zo. Mooi. Dat is mooi, hè? Even laten drogen. Dat is mooi. Ik bak met water, kan ze nog heel lekker in met de handjes. Goed. Kijk, mama verzint er weer wat bij. Dan doen we dit zo. Oh, mooi, Feline. Kijk, kom maar met je handje. Ja, mooi. Zo. Nee, dat werkt niet. Oh, kijk eens. Daar, 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 nu. Kom eens, handje. En weer weg. Ja, soort van. Goed zo. Ja, dat is jouw handafdruk. Mooi gedaan. Heel mooi. Kijk, doen we nog even zo. Oh, een beetje op tafel. Ja. Zo. Zo. Dat heb je mooi gedaan. Ik ben super trots op jou. Ja, doe maar niet met die verfhandjes aan de camera. Nee, doe maar niet. Dat heb je goed gedaan. Dat is mooi. Hè? Water. Ja, water. Dat is mooi. Hè? Zo, hè. Zo. Nou, kijk. Op wow, 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 wat gebeurt hier allemaal? Feline. Nou, dat heb je goed gedaan. Ander handje. Zo, dat is echt wel mooi geworden. Oh, ja, ik ben echt... Handje eraf halen? Ik ben echt... Oh, dit schijnt door. Even schoonmaken, hè? Oh, ja, dat als je hem op de muur doet, dan weer. Nee, ik denk het ook niet, inderdaad. Oeh, topje, hoor. Halen we straks het hartje eraf als hij droog is? Ja, als hij droog is, niet doen. Nee, dat zal ik straks doen. Heeft ze wel een schoon setje kleren mee, mam? Ja, het zal toch. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Mama met die ideeën ook weer. Hier, kom maar. Lekker, hè? Ah, oh, heerlijk, man. Zo, is dat fijn? Ja, dat is heel fijn, hè? Zit erin, denk ik. Heel fijn. Zo. Mag dat allemaal maar hier bij Open Oma? Hey. Ja, hè? Mag dat allemaal hier? Niks te gek. Ik denk ook dat ze er zo in kruipt. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Ja, water, hè? Oh, lekker, hè? Moet ik ook. Moet ik ook. Ja, ze is dan niet schoon. Ja. Lekker, hè? Zo, hier, mee, over de wang, zo, hoppa. Ja, hoppa. Oh, man, dat geniaal. Schoon, hè?
Schoon. Nou, maak weet nu dit wel even schoon. Ik heb mezelf nog helemaal niet gezien, maar hoe zie ik er eigenlijk uit? Oh, ook lekker. Hey. Mijn lens zit er zelfs onder. Mooi man. Dan wil je jouw kleertjes verschonen. Kom maar even. Ja. Jeetje. Wat heb jij een nat broekje aan, joh? Jeetje, alles is nat. Ja, heb je wat te doen? Alles is nat, joh, lief. Broekje nat. Sokjes nat. Ja, sokjes nat, broekjes nat. Hoe doen we dit eens uit? Ja, nu moet ik dat ding over je hoofd heen doen, hè? Ja, ik kan het heen oefenen. Kom maar. Even over je hoofd. Jeetje, hoe doe je dat ding uit? Hé, hey, maar niet huilen. Nee, niet huilen. Ik zou eerst de handjes eruit halen en dan de hoofd. Kom maar. Je handje even eruit. Jeetje, het zit ook strak. Ze heeft niet geplast of zo, hè? Nee. Of wel, ja, ze plasluier. Ja, moet ik even een doekje erbij? Ja. Oh, heb je een plasje gedaan? Hm? Jeetje, wat ben je makkelijk, ja. Ik kom wel heel bovenop. Ben je makkelijk, ja. Pap, deze even zo. Even kijken. Zo. Ja, je bent makkelijk. Maar hoe gaat dit nou? Op de buik vastplakken. Nee, andersom. 1, 2, deze zo, deze zo. Oh ja, zie je, nu zit het goed. Plak je dan? Die beentjes. Kom eens even. Zit hij zo goed, denk je? Hè? Zit hij zo wel goed om jouw hele beentje? Het rompetje gaat er ook nog overheen, hè? Ja, dit is wel lekker, hè? Ja, zit hij goed zo? Hé, hey, zit hij goed, joh? Dan gaan we weer een rompje aan. Kan je het beste nu weer eerst over haar hoofd heen doen? Oh nee, deze is aan de onderkant. Oh ja. Kom maar. 1, 2. Boop, 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 boop. Heb je hoofdje omhoog? Hoppa. Goed zo. Ja, goed zo. Heb je hier een armpje in? Kom maar. Goed zo. Dat is één armpje. Ander armpje. Zo, heeft ze nog verder kleding bij zich? Ja, dit daar. Meer. Dit broekje? Ja. Eén, twee. Heb je hoofdje omhoog? Kijk eens even. Kikkeboe! Kikkeboe! Mag je straks nog een keer, hè? Ja, dan ben je bewustig, hè. Druk maar op het knopje. Kijk, hier deze even. Dit vind je niet zo fijn, maar dat komt wel even. Kijk. Hey, hoppa. Nu die andere, die vinden ze niet zo leuk. Nee? Nee, kom maar. Kijk eens even. 1, 2, kom maar met het armpje. Kijk eens. Doe eens omhoog. Ja, goed zo. Ja. Hoppa. Nog eentje. Oh, die vind je ook leuk, hè? Moet je deze even dicht doen. Zo, deze ook even vast. Zo. Nou, doe je goed hoor. Lekker shirtje aan. Goed zo. Hoppatee, sokjes erbij. Sokjes erbij aan. Even, doe je nou met je been? Oh, dat is lekker hè? Lekker hoog. Kniesokjes. Kom deze ook maar erin. Met jouw voetje. Kijk eens even, laat eens zien even hoe mooi jij bent. Zo. Ga staan. Ga staan. Daar hebben we geen zin in. Nou, perfect. Ja, dat sokje zit wel echt een beetje te hoog hoor. Schudden, schudden, schudden. Gewoon zo slofjes aan, hè? Ja. Zo. Kom maar. Hoppatee. Goed zo, weer helemaal verschoon, hè? Zal ik deze weer pakken of niet veel leuk? Kijk eens. Nou, boom! En nu is
zelf schoonmaken. Helemaal verschoond. Ja. Dit is in de natte kleding. Dit is een nat doekje. Ik ga mezelf ook even... Ja, deze heb ik... Mooi neusje. Ja, nu zal ik mezelf even... Wat gaat er niet af? Oh. Vindt Feline wel leuk. Ja. Zo, dus deze even erin. Even flesje klaarmaken. Feline. Ik heb even 120 milliliter water even in de magnetron gedaan. 30 seconden. Ja, super. Oh, dat ziet er goed uit hoor. Nu vraag ik me af of ze zelf uit de fles drinken of dat je haar gewoon vast moet houden. Volgens mij moet je haar gewoon nog lekker in je armen houden en dan een fles geven. Ja? Volgens mij wel. Filine Kleiners. Papa, mama, Enzo, Miron, oma, opa. Schattig. Nou, ja. Volgens mij helemaal goed hoor. Nou, dat ziet er mooi uit. Ja. Goed gedaan. Lekker, hè? Is ook nog plantaardig, omdat Feline melkallergie heeft. Dus het is ook nog een andere soort. Ik weet in ieder geval dat het niet te warm is. Maar het is ook niet koud. Oké, okay, gelukkig. Dus dat is gewoon lekker. Hé, Feline? Wil je een flesje? Toetoet. Nou, wat wil je hebben? Kom maar, Feline. Kijk eens. Kom maar, Feline. Het gebeurt er ook allemaal. Dan krijg je even lekkers. Het gebeurt er ook allemaal. Gaan we even lekker hiervoor zitten. Wat is dit? Weet jij wat dit is? Weet jij wat het is? Weet jij wat het is? Kan je daar zelf wat mee? Ja, hè? Dat weet jij wel of niet? Ja, je wordt helemaal blij. Je wordt helemaal blij. Jij weet wel wat het is. Dat is lekker. Zij weet wel wat dat is, hoor. Oei, 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 dat is lekker. Hè, maar hoe kan dit nou? Oh, dit kan ook gewoon zo, ja. Nee, ze moeten hem wel zo... Maar hier zit dat tuutje. Tuutje? Nee, kijk, er zit zo'n rietje in. Oh, inderdaad, hè? Komt het er nu wel uit dan? Zie je, er zit helemaal zo'n ding. Oh ja. Kijk, wat is dit voor staafje dan? Weet ik niet. Oh, dat is wel een goeie, ja. Ik weet het niet. Komt er wel uit, denk ik. Weet jij dat, Treintje? Ja? Wat dit voor staafje is... Want dit is een rietje en aan de onderkant zit een opening. Maar als je deze dan dicht doet en je doet hem zo... Oh. Ja, dan komt het er wel hoor. Dat zie je wel, ja. Doe maar. Nou, doe maar dan. Oh, nou, dat is wel gek hoe dat werkt. Ze wou wel heel graag even hoor. Ze denken, wat ben je nou aan het eten dan? Laat me gewoon drinken. Doe maar, ga maar wat drinken dan. Doe maar gewoon zelf. Kan jij zelf. Hè? Nou. Schudden, hè? Het is niet helemaal goed geschud, er zitten wat klontjes in. Even schudden voor gebruik. Vind je het nu goed? Nu goed geschud? Doe maar dan. Nee. Nee. Zullen we een flesje even nemen? Goed, nee. Ik wil een flesje nemen. Wat is dit nou? Hé. Hey. Je wilt toch geen flesje? Kijk dan. Kijk dan. Wil jij ook? Ja, doe maar. Enzo. Zeg Enzo. Waarom wil jij geen flesje verliezen? Hé, hey, waarom wil jij geen flesje? Je moet toch even goed... Wat ga je nou doen? Hé? Hey? Ja, kom maar. Kom maar even liggen. Hé, hey, hou eens even. Wat ben je allemaal aan het doen, hé? Hey? Wat ben je allemaal aan het doen? Kom maar even zo zitten. En dan nu even. Kom maar. Nee. Wat is er dan? Is het niet warm genoeg? Ja, hij is gewoon warm. Ja. Neem een slok dan. Nee, dankjewel. Wil je lopen? Nou, misschien wil ze nog wel helemaal niet drinken. Misschien is ze nog niet moe genoeg. Wil je lopen? Wil je niet lopen? Doe maar, ga maar lopen. Nee? Wil je gewoon kruipen? Kijk even de tafel. Je hoofdje, doe maar daar langs. Goed zo. Nou. Doei. Daar gaat ze. En nu dan? En nu? Gaat ze dit straks drinken? En nu dan? Ja.
Maar ik denk dat je dit nog wel in de magnetron kan doen straks. Ik denk het ook, ja. En dan wel even, maar het is nog steeds, ja, gewoon lauw. Lauw warm. Zullen we eens kijken of het schilderij droog is? Nee hoor, nog lang niet. Nee? Nee. Oh, maar dan kan je het wel afhalen. Jawel, ik ben het droog hoor. Ja? Ja, zeker. Oeh, de achterkant niet. Zit je er weer onder? Nou ja, zeg. Die is mooi. Die is echt mooi. Dat is gaaf, hè? Ja, echt leuk. Echt super mooi. Hé, hey, Feline, kijk eens. Feline, kijk eens wat je hebt gemaakt. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Ja, die heb je gemaakt. Zo. Toet, 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 toet. Feline die ligt lekker op bedje, die gaat heel even slapen. Gaan wij even lekker eten. Broodje kaas, broodje hagelslag. Lekker hoor. En als dit dan helemaal gedroogd is, dan gaan we hier even mooi de naam zetten en even de datum. Nou, dan hebben we wel echt een mooi kunstwerkje gemaakt voor de mama van Feline. Ja. Voor de verjaardag alvast over 2 weken. Ja, precies. Oh, echt superleuk. Ja. Ben jij gewoon alweer wakker? Hé, hey, Feline. Dat is toch niet de bedoeling? Je ging toch even lekker slapen? Hey. Hallo. Hallo. Ja, je bent wel wakker zo te zien. Maar ze heeft wel een uurtje geslapen. Ja, dat is wel lekker hè. Kom maar. Kom maar mee dan. Hey. Hallo meisje. Is lachen. Hallo meisje. Hey, lekker geslapen hè? Ja? Samba, tata, papa, patita. Hey, samba, tata, putuke, kakika. Senjanga, patata, tutu, tutiti. Ho, samba, patata, putu, tapita. Hey, kamu, kakaya, satam, patita. Hey, wamba, tata, putu, iti. Hey, samba, tapata, pututa, titi. Ramba, tatata, titi, tatutu. Enjanda, tatata, puputa, pata. Hey, yamba, tapata, patata, tita. Nee, geen indruk gemaakt. Ze denkt help. Ze denkt echt help. Oh, die camera, die vind je leuk, hè? Maar dan, nu heb ik haar weer in mijn greep, let op. Samba, tapata, poepapatipa. Ramba, tapata, poepapata. Njamba, lamalama, lunu. Ik vind dat je er ook echt bij moet dansen, dat ze dat leuk vindt. Rombo, tatatatatatata. Oei. Samba, tatatatatatata. Ramba, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ramba, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hey. Kijk, nu zie je er wel. En let op. Nou, doe jij. Doe jij nu maar. Doe jij nu maar zingen. Ramba. Ze vindt die camera echt leuk. Ramba. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tinga-tinga-tinga-tinga. Nee. Misschien morgen ineens bij de ouders. Dat ze dan denken zo, ramba. Moet ik het weer doen? Moet ik het weer doen? Ramba, tatita, putu, tutu, tutu. Ramba, tatatititita, tata. Ramba, tatatititititi. Doe jij. Goed zo. Ramba, tapatapatapapapa. Nee. Ik vind deze zo leuk.
Dat je die zo kan pompen. Klopt. En dan gaat die... En dan gaat hij toeteren. Dat is mooi, hè? Klinkt als een toeter, vind ik. Dat vind ik geinig. Wat is er nog meer voor speelgoed wat leuk Deze is? Vind ik ook leuk. Is geen balletjes. Deze ook wel leuk, hè? Dat is mooi, hè? Ja, het leukste eigenlijk wat Feline nu kan, is dat als je zo doet, maar dat doet ze niet altijd zo. Dan doet ze dat soms zelf ook wel eens zo. Probeer eens. Ja, raar, raar. Zo even. Bijna. Feline. Nee, helaas. Heel af en toe. Laat me maar even met mijn tol spelen, denk ze. Ja, ga jij maar met je tol spelen. Oh. Ja, waarom vinden baby's en ook dieren en zo die camera altijd zo leuk? Ja, dat weet ik ook niet. En heel veel dieren ook die ik film, die gaan dan naar die lens toe. Die wil staan, hè? Ze wil graag staan. Kom maar, hou maar mijn handje vast. Ja. Kom maar. 1, 2. Oh, ja, goed zo. Ga maar stap, stap. Zullen we een stukje lopen? Stap, stap. 1, 2. Gaan we staan? Doe maar stap, stap. Doe maar stapje. Lopen. Ja, lopen. Goed zo. Lopen. Goed zo! Kijk eens hoe goed Hoppakee. Jij dat doet. Echt bizar, hè? Ja, echt knap. Zo, waar ga je heen? Zullen we nu terug, die kant op? Goed zo, goed zo. Ja, dat doe je goed, zeg. Ja, het kan nog heel lang duren voordat ze het zelf gaat doen, maar het kan ook heel snel gaan nu. Dat ze in één keer zelf denkt, nou, dat kan ik ook wel alleen. Ja, bizar, hè? Ja. Hou hier maar aan vast. Oh, je hoofd. Kijk, staat ze gewoon zelf. Ja. Op die tintjes ook. Staat ze gewoon helemaal zelf. Ja. Ja, maar. Ze wil ze gewoon even optrekken ze daaraan. Ze trekt zichzelf bijna gewoon op. Pak maar hier vast. Even pull-ups. En pak maar hier vast. En doe maar pull-ups. Deze twee armpjes hier zo vastpakken en pull-ups. Trainen, hè? En 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Wow. Hey. Dat was zwaar, hè? Oh, nog een keer. Nog een keer. En pak vast 1, 2, 3, 4. 5, 6, tot de 10. Kom op, 7, volhouden. 8, 9, laatste. 10, 10, 10. Kom op. Met één hand. Ja, het bizar, ze heeft echt veel kracht al. Ja. Je hebt veel kracht, hè? Krachtpatser. Wat is het? Hop, oh. Tonk. Tillen, trekken. Oh, sorry. Sorry. Trek. Zo sterk word jij ook later. Oh, dat was zo mooi. Doe maar trekken. Ik doe het niet meer voor. Ik kan niet eens normaal meer filmen. Sorry, foutje. Hoort erbij. Oh, ik heb een slappe lach. Feline. Kijk, ja, gaan we weer lekker weer zitten, hoor. Ja. Echt knap, hoor. En dan weer hierheen. En weer verder spelen. Ze kan ook wel echt goed alleen spelen. Dat is ook wel echt fijn. Dat doe je echt goed. Nee, dat komt misschien nog wel. Misschien moet je heel even ruiken of ze een poepluier heeft.
Nee. Weet je zeker? Ja. Of zeg je gewoon nee? Nee, weet ik zeker. Ja? Ja. Je hebt ook niet bij ons, hè? Nou, ze was net wel heel hard aan het kreunen. Nee. Alsof ze aan het poepen was. Nou, beter. Weet je wat ik echt knap vind? Is dat ze gaat staan en dan de zijkant van die bak vasthoudt, iets eruit haalt en dan gaat zitten. Kijk. Oh, nu kan ze er net bij, op de knieën. Ja, maar als ze er niet bij kan, gaat ze gewoon zichzelf optrekken en staan. Ja. Dat is echt mooi. Hey. Die doet ze echt vaak. Ze denkt, wat gebeurt hier? Wat heb je daar, schatje? Eten voor Feline! Dat kan niet met de deksel in het magnetron, denk ik toch? Dat denk ik niet, dat is plastic. Hoezo? Maar de onderkant is ook plastic. Ja, maar ze heeft het wel zo meegegeven. Oké, okay, nou probeer gewoon. Zo, dik bord wel hoor. Goede. Dik aams. Goede, dik aams. Oké. Minuutje. Ja, dan kunnen we voelen toch? Ja, en dan even een beetje roeren, want meestal is het dan bovenop helemaal warm en dan eronder niet. Feline, ga je lekker eten? Ga je lekker eten, Feline? Ja? Zo, nou, daar zit ze hoor, de koningin. Flesje water erbij. Die stoel die zit wel roer zo. Zo, dik bord erbij. Wat ga je nemen? Een stukje vis? Nou, nu kijken we allebei naar jou, hè? Je was net zo lekker aan het smikkelen. Oh, dat is wel een stukje vis, ja. Dat is wel jouw voorkeur, volgens mij. Niet smakelijk. Ik ben benieuwd hoeveel ze van dit bord opeet, want ik vind dit echt veel. Ben je ook een dikke eter? Wie is dat? Wie komt eraan? Hallo! Ja. Is dat opa weer? Is dat opa weer? Hé! Hey. Waar is hij? Ben je het eten? Ben je het eten? Lekker, ja. Wie is dat? Mooi, hey. Wie komt eraan? Wie is daar? Kijk eens. Papi! Papa! Papa, papa, papa. Ja, papa. Papa. Ja, papa. Hey. Zo, dames en heren. We hebben een heerlijk dagje gehad vandaag met Feline. Dat was echt heel erg gezellig. En we hebben daarna... Iedereen die ging namelijk hier eten. Alleen wij gingen eventjes eten ophalen en brengen bij opa en oma. En mama die was daar ook. Dus hebben we daar even met z'n allen gezellig gegeten. Dus dat was wel echt heel erg fijn. Even een lekker privé momentje gehad daar. En nu zijn we terug en liggen we lekker in bedje met z'n tweeën. En gaan we slapen en we gaan morgen weer naar huis. Ja. Dan zijn we denk ik een weekje geweest. Ja, bijna een week volgens mij. Ja, in het mooie noorden hier zo. Ja. Nou goed, in ieder geval heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.